Ik ga mijn kledingkast opruimen. Die ga ik verkopen op Depop. Kijk even hoe leuk het eruit ziet. Dit is de doos. Over dit twijfel ik nog. Deze verpakking alleen al is zo mooi. Leuk dat je weer kijkt naar deze normale nieuwe weekvlog. Vandaag ben ik teruggekomen van Ibiza. Dus de Ibiza vlogs zijn afgelopen. Vanaf nu ga ik weer lekker weekvloggen. Maar het is echt mega chill, want het is vandaag gewoon nog steeds 25 graden in Nederland. Morgen ook 26 graden, dus ik ga zo meteen lekker met Keer naar het strand toe. Keer had eerst les tot 3 uur, dus ik ga zo meteen alvast eventjes boodschappen doen. En dan mieten we daarna ergens en dan rijden we samen naar Kijkduin toe. Gaan we lekker daar op het strand liggen. Ik heb lekker een zomers outfitje aan. Ik moest eventjes kijken, want ik had natuurlijk heel veel mee op vakantie. Maar dit is het geworden. Dit is het topje van de Zara. Rokje is van Nikki. Zo blij dat ik een beetje bruin ben. Ik heb mijn haar even lekker gewassen, gefeund. Sieraden om. En dan ga ik zo meteen... Oh, ik heb trouwens een nieuwe strandtas. Ga het even laten zien. Oh! Wat? Ik zit nog maar zo voor terug in mijn vlog. Maar ik had dus deze tas besteld. Die is binnengekomen toen ik op vakantie was. Dus die ga ik meenemen als strandtas. Even kijken. Ik heb er al een handdoek in gedaan en ik heb dit tasje. En daar zitten wat dingetjes in. Deze had ik ook nieuw besteld toen ik op vakantie was. Zo'n lipolie. Nou, lekker olietje voor in de zon. Dus dit ga ik ook allemaal meenemen. Dan ga ik zo met je eventjes boodschappen doen. Dat we dat ook nog mee kunnen nemen. Want we gaan gewoon lekker op een handdoekje liggen. En ik doe mijn nieuwe slippers aan van Zara. En ik had ook nog een jurkje. Een hele leuke jurk. Die wilde ik eigenlijk eerst vandaag aandoen. Die had ik nieuw besteld. Van de Zara. Maar ik denk dat het toch een beetje te warm is. Want het is een lange jurk. Ga je nu al weg? Nee, nee, nee. Ik ga straks alleen even boodschappen doen. Deze hele lange jurk van de Zara. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik had hem dus op Ibiza gezien. Maar daar hadden ze alleen nog maar een M. Dus ik had hem toen gelijk besteld. Dus ja. Nou, goed verhaal. Ik ben terug van boodschappen doen. Ik weet nu al dat ik echt veel en veel te veel gehaald heb, maar ik heb gewoon zoveel trek en ik heb overal zin in. Ik ga het even laten zien. 2 zakjes stokbrood. Ik heb vetworstjes. Dat zet ik nog wel eventjes in de koelkast, want ik ga het over een uurtje weg. Dan heb ik aioli. Kaas, want ik vind de kaas echt heel lekker. Dan heb ik aardbeidjes. Ik dacht misschien ook wel lekker, geen idee. Dan deze chips, die had ik dus de laatste keer geprobeerd. En deze zijn dus best wel gezond. En echt heel erg lekker. Ik pak hier nu ook mee. Zeezoutboter. En dan heb ik voor nu nog eventjes dit ijsje. Want daar had ik gewoon heel veel zin in. En dan heb ik nog bekertjes. En nog 2 flessen. Water. En die ga ik eventjes in de vriezer leggen. Ik zat nog te twijfelen of ik wijn zou meenemen. Maar een wijntje is wel lekker. Maar dan zit je daar op het strand. Dan is die wijn warm. Je hebt geen ijs. Want het is te warm. Want dat ijs smelt. Dus dan weet ik nu al. Dan gaan we het toch niet opdrinken. Dus ik dacht een beetje zonde. Dus ik heb geen wijntje meegenomen. Ik hoop niet dat ik het erg verkeerd. Ik ben heerlijk naar het strand geweest. En we hoorden van betrouwbare bronnen. Dat dit heel lekker was. Dus ik ook. Zullen we eerst die raspberry proeven? Ja, we kunnen trouwens ook gewoon uit het... Oh ja. We hebben alle 4 de smaak. Je hebt... Nee, trouwens, we doen het natuurlijk allebei door de helft op te doen. Mango. Gaan we ze raten, of hoe zeg je dat? Ja. Raspberry. Raspberry. Raspberry en lime. Ja, is niet lekker. Ja, we hebben nu mango. Mango vinden we... Die staat sowieso op 4. We hebben de rest nog niet geproefd, ja. Maar sowieso staat die op 4. Keer had echt een heerlijk idee om Stella Marina te halen. Nou, daar staat het natuurlijk zeker mee in. Abonnatoren leeg. Het is vandaag woensdag en wij gaan weer heerlijk vertoefelen op het strand. Keer en ik gaan alvast. Ik dacht maar, die komt later. En Zoe, die komt ook later. Maar wij hebben geen leven, dus wij gaan alvast. Doei! Sleutel heb ik op de grond gegooid naast je. Oké, doei. You. Zo, je leeft gauw. Ja, je leeft mijn scooter. Zadenvrachtkenheden. Nou, die voor mij nog meer, want dat is echt een vieze lekker
Wat zweetleer. Ja. Ik zit lekker op het strand. Kijk even hoe leuk dit eruit. Oh, ik kan het niet tillen. Oh, deze is echt niet lekker. Nee? Maar slechte keuze. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet. Die van Kirsten ziet er ook heerlijk uit. Lekker. Nee, ik ga het van de Cheers. Mag ik die van jou eens proeven? Het is vandaag donderdag en ik heb gisteren op het strand eigenlijk echt niks meer gefilmd. Maar het was echt een super lekker dagje. We hebben daarna, want de strandtenten gaan natuurlijk om 8 uur dicht. En we hebben nog eventjes op het strand gezeten. We zijn nog eventjes naar een vriend geweest. Het was echt een super lekker dagje. Maar er is dus gisteren ook een pakketje binnengekomen van Look Fantastic. Ik heb een samenwerking met hun. Niet via YouTube of zo, het is via Instagram. Maar het leek me toch wel eventjes leuk om ze nog aan jullie te laten zien. Omdat er echt hele leuke dingen in zitten. Dus dat ga ik even aan jullie laten zien. Ik heb net al wat gedaan voor een samenwerking. Want ik heb namelijk deze waterdrop gekregen. En daar moest ik eventjes een story mee maken. Dus dat heb ik net eventjes gedaan en opgestuurd. Voor Look Fantastic ga ik vanmiddag de stories maken. Ik wil gewoon eventjes allemaal dingen af hebben voor samenwerking en zo. Er komt vandaag ook een pakket van Naked binnen. En een paar schoenen die ik heb besteld. Super blij mee. En voor Naked ga ik morgen gelijk lekker foto's maken. Ik heb dat ook al afgerond. Maar mijn eerste pakket. Ik mocht dus voor een geldbedrag daar items uitzoeken. En allereerst heb ik dus 3 make-up producten uitgekozen. Als allereerst deze blush van NARS. Ik vind blush de laatste tijd zo mooi. En dit is in de kleur Tempted. Ik weet niet, ik zag hem op de site en ik vond het echt een super mooi kleurtje. Niet te roze, een beetje peach. Met ook wat glittertjes erin. Dus die heb ik als eerst uitgekozen. Blij mee. Wat ik wel altijd vind met de make-up van NARS is die verpakkingen zijn mat. Dus ze worden dan zo snel vies. Maar het zijn wel echt hele fijne producten. Dan heb ik een oogschaduwpalet uitgekozen. Deze van Naked. Naked Heat Palette. En deze is ook zo, zo intens mooi. Ik vind bij mezelf dus een beetje oranje en rode oogschaduwkleuren het mooist. En nou, heel het palet. Oh, zit vol met dat soort kleuren. Echt super mooi. Hier ben ik echt mega blij mee. Ik kan niet wachten tot er weer een gelegenheid komt dat ik lekker ook make-upje op kan doen. Misschien dat ik het van de week wel gewoon opdoe. Of morgen met foto's maken. Dus die heb ik gekregen. Dan heb ik nog een oogschaduwpalet uitgekozen. En dat is deze van Anastasia. De Soft Glam. Deze verpakking alleen al is zo mooi. Lekker fluweel. Echt zo'n mooi palet. En ook deze heeft best wel weer van die oranje en rode kleurtjes. Er zit ook wel weer wat meer roze tinten bij. Bijvoorbeeld deze en die twee daarboven. Maar deze vind ik ook weer zo mooi. Hier ben ik ook heel erg blij mee. Dit zijn gewoon dingen die ik dan zeg maar met dit soort samenwerkingen dan gewoon uitkies. Omdat ik vind het echt mega mooie paletten. Maar die paletten zijn volgens mij €50 per stuk. En dat vind ik gewoon best wel duur. Wel ook een kortingscode van Look Fantastic voor jullie. Dus je moet eventjes mijn Instagram in de gaten houden. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan heb ik nog de hele Olaplex collectie gekregen. Voor de mensen die mij wat langer volgen, die weten dat ik al best wel vaak Olaplex gebruik. Het is nu weer al een tijdje op. Dus ik ben heel erg blij dat ik weer nieuwe dingen heb gekregen. Ik heb allereerst nummer 3. Dat is een soort van de voorbehandeling. Een soort maskertje vooraf, zeg maar. Dan heb ik de nummer 4 en de 5. De shampoo en de conditioner. Die vind ik echt heel erg fijn. Die 3 producten had ik alle 3 al. En dan heb ik nog 2 nieuwe producten erbij van Olaplex. En deze heb ik zelf nog nooit geprobeerd. En dat is de smoothie. De bond smoother. Gewoon een soort crème voor in je haar. Dat is de nummer 6. En dan nog de nummer 7. En dat is dus een olie. En over die olie hoor ik echt hele goede verhalen. Dus ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik ga dit zeker, zeker gebruiken de komende tijd. Ik ga er vanmiddag eventjes Instagram story mee maken. En dan heb ik ook alles gebruikt. Dus kan ik het ook alweer wat beter aan jullie vertellen. Wat ik bijvoorbeeld van deze 2 producten vind. Maar voor nu ga ik eventjes een beetje het huis opruimen. Ik ga eventjes een wasje erin gooien. Want ik ben natuurlijk 2 dagen geleden teruggekomen van vakantie. Dus er moet veel gewassen worden. Maar er staat ook nog een koffer van mij bij Milan. Dus ik heb nog niet alle kleding hier. Maar ik kan wel alvast een wasje draaien. En ga ik eventjes wachten op mijn pakketjes. Kamer een beetje opruimen. Chill vandaag. Ik wil ook eventjes de Fiore website gaan aanpassen. Want ik ben er gewoon niet meer zo blij mee. Dus dat ga ik ook vandaag doen. En het is best wel lekker weer buiten. Dus misschien ook eventjes op het balkon alles gaan zitten bewerken en zitten doen. Oh ja, ik moet ook nog de Ibiza vlog bewerken. Want die moet morgen online. Dus dat. En ik moet nog even douchen. Want ik zie er echt niet uit. Ik heb nog niet gedoucht vandaag. Post bezorgd. Bel net aan. En mijn schoenen zijn bezorgd. Ik had dus een paar schoenen op Vinted gekocht. Toen we op Ibiza waren, toen waren we bij het eten. En toen zag ik een meisje lopen, of nou, een vrouw.
En die had deze laars aan en ze had zo'n leuk outfitje ermee aan. En ik dacht gewoon, ik moet die schoenen gewoon hebben. Alleen ze waren van de oude collectie, ze zijn namelijk van Isabel Marant. En in de winkel waren ze echt €750 volgens mij. En ik heb ze op Vinted kunnen kopen voor 200. En ze had ze nog nooit gedragen, zei ze. We gaan het zo meteen zien of ze nog nooit gedragen zijn. Want ze had ze gekocht voor een bruiloft, maar die bruiloft ging niet door. En verder droeg ze eigenlijk nooit echt zulke schoenen. Dus ik ga het openmaken. De doos. Oh, ze heeft er echt een heel schattig kaartje bij gedaan. Lieve Fleur, veel plezier met je nieuwe Isabel Marant laarzen. Het zijn dus laarzen. Nou, als allereerst zitten de dustbags erbij. En dit zijn de laarzen. Ik vind ze zo intens leuk. Het labeltje zit er zelfs nog aan, zeg maar, van het kaartje. Ze heeft ze echt oprecht nooit gedragen. Het papier en zo zit er ook nog zelfs in. Het labeltje zit er nog aan. En ik heb hier gewoon €200 voor betaald. Wel als ze in de winkel €750 waren. Ik ben hier zo intens blij mee. Ik hoop dat ze passen. Het is een maat 36. Ik heb van eigenlijk al mijn Isabel Marant maat 36. Dus ik hoop dat het past. Ik ga het even aandoen. Ja, ze passen. Oh my god. Ze zitten wel nog een beetje strak, maar... Ik vind ze zo intens leuk. Ik vind het gewoon leuk onder een jurkje bijvoorbeeld, zulke laarsjes. Maar ook leuk voor bijvoorbeeld een spijkershortje. En dan een croptopje en een leuke blazer overheen. En een mooie tas. En het zijn wel hakjes, maar het zijn niet hele hoge hakken. Ik ben er zo blij mee. Ik ga die ander ook aan doen. Ik kan dus eigenlijk niet op hakken lopen. Dus ik hoop dat ik hier wel op kan lopen. Ik ga ze even een stukje lopen. Ja, uit. Zijn ze dan te groot? Ik weet het niet. Kijk. Dit zijn ze. Ik vind ze echt zo gaaf. Echt heel nice. Nice. Nou, ik heb eventjes een beetje wat fatsoenlijks aangetrokken. Ik heb deze jurk aan die ik van de week had laten zien. Die ik bij de Zara nieuw had. Mijn hoofd ziet er alleen echt nog niet uit. Want ik ga nu eventjes langs mijn ouders. Ik moet bij mijn vader eventjes wat dingetjes ophalen. Ik ga mijn moeder eventjes gedag zeggen en mijn beddengoed erop halen. Want... toen ik op vakantie was, heeft mijn moeder heel erg liever met mijn beddengoed gewassen. Dus ga ik eventjes ophalen. En als ik dan terugkom, ga ik eventjes lekker hier thuis douchen, mijn haren wassen. En dan ga ik vanavond bij Milan slapen. Dus vandaar dat ik er zo uitzie. Ik dacht, ja, ik kan nu wel make-up op gaan doen. Maar ik ga straks als ik terugkom toch hier douchen. Dus vandaar. Ik ben nu in het huis van mijn vader, waar ook alle collectie ligt voor Fiora. Alle truien zijn bijna uitverkocht. Dus wil je nog een trui met heel veel korting? Want normaal waren ze... €69,95 en €65,95 volgens mij. En nu zijn ze allemaal €40. Dus wil je nog een trui? Ik zal eventjes een linkje van mijn website in de beschrijving zetten. Maar er is dus ook heel erg veel nieuwe collectie binnengekomen. Vandaar veel. Als allereerst een blauw topje. Ik heb een heel erg leuk setje. Een geel setje. Een two-piece setje eigenlijk. Hetzelfde setje is er ook in het roze. En nog een onwijs leuk topje. Ik zal het morgen eventjes wat uitgebreider laten zien. Want ik ga morgen foto's maken met Maat Lief. En dan wil ik deze dingetjes ook eventjes op de foto zetten. Dus dan kan ik het allemaal wel beter laten zien. En 7 juni wordt eindelijk de swimwear collectie opgestuurd vanuit Bali. Dus ik hoop binnen nu in 2 weken dat ik de swimwear online kan zetten op de website. Ik heb vandaag wel de website helemaal aangepast. Ik ben echt heel erg blij met hoe de website is geworden. En ik kan ook echt niet wachten om er lekker veel foto's te maken. Ik heb echt heel erg veel zin om weer... om gewoon even Fiora goed aan te pakken. De afgelopen tijd, of de tijd dat ik Fiora heb gehad, was het altijd een beetje half. Maar ik heb gewoon echt zin om eventjes iedere week nieuwe dingen erop te zetten. Leuke foto's ervan te maken. Dus dat is wat ik ga doen. Morgen ga ik ermee beginnen. Of nou, morgen ga ik er niet mee beginnen. Maar morgen ga ik foto's maken. Maar goed, ik heb mijn spulletjes gepakt die ik hier nodig had. En ik ga nu naar mijn moeder toe. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag met Maat Lief afgesproken om lekker te lunchen. Het is echt super lang geleden dat ik Maat Lief heb gezien. En dan gaan we ook eventjes wat foto's maken. Maat Lief is fotograaf. Ze gaat binnenkort ook helpen met de foto's. Of ik heb haar ingehuurd, zeg maar. Ik heb haar gevraagd of ze me kon helpen. Met maken voor de foto's van de badpak voor Fiora. Dus daar gaat ze me binnenkort ook mee helpen. Maar vandaag gaan we gewoon eventjes lekker gezellig samen foto's maken. Gewoon voor Instagram. En lekker lunchen. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik heb dus nieuwe pakjes mee. Die ik gisteren had laten zien. Van... Fiora. Eentje laten zien, de roze.
Ja, dit is het shortje die erbij zit. En dit is dan de oversized blouse eroverheen. En ik dacht, dat is wel leuk met zo'n topje als dit eronder. Dus die heb ik mee en de gele heb ik mee voor een foto. En ik heb nog twee dingetjes mee voor een samenwerking voor een foto van te maken. Dus even kijken of dat gaat lukken. Voor nu heb ik dit topje aan. Ik weet eventjes niet meer waarvan die is, maar deze topjes heb je ook gewoon altijd bij de Zara. En deze broek van Femme Fatale, volgens mij heet het. Ik heb geen idee. Deze broek, moet alleen nog even kijken welke schoen ik eronder aan doe. En dan doe ik deze blouse eroverheen. Daar moet ik nog een foto voor maken met deze broek en deze top. En dan met dit tasje. En dan neem ik deze tas nog mee waar alle outfits in zitten. Dus, oh, mondkapje moet ook mee, niet vergeten. Heerlijke Jamie met Madeline. We hebben een lekker drankje, we hebben lekker foto's gemaakt. Het was veel te warm. Ja. Veel lekker drinken. Ik bedacht me dat ik helemaal niet meer had gefilmd nadat ik terug was gekomen van de stad. Het was heel gezellig met Madeline. Ik heb even wat foto's gemaakt van de nieuwe collectie voor Fiora. Ik wil even één foto daarvan laten zien. Madeline had een setje aangetrokken, dus dat vond er echt super leuk. Ik echt heel blij geworden met de foto's. We hadden ook een foto samen gemaakt. Dat is ook wel grappig geworden. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Maar ik had dus net ook weer wat nieuwe andere dingetjes besteld voor de collectie. Voor de zomercollectie. En dat komt als het goed is morgen al in. Dus dat zou echt mega chill zijn. Maar ik wilde mijn Zara doos gaan openmaken. Die naar bezorger. En toen dacht ik, laat ik het even filmen. Ik was bezig met deze blouse. Het is een beetje een beige geelachtig blouseje. Zonder kraagje. En ik heb hem in een maatje M. Had ik dacht, dan valt hij lekker oversized. En dat is denk ik ook wel het geval. En daar hoort dus een bijpassend broekje bij. Dat is deze. Dit broekje hoort erbij. Ziet er wel echt groot uit. Het is een maat S. Dat was de kleinste maat die ze van het broekje hadden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het zo meteen even passen. Maar dit is dus een setje. Dat vond ik wel heel erg leuk voor elkaar. Want ik ga, als het goed is, met die meiden ook nog op vakantie. Maar ik ga sowieso van 3 augustus tot 10 augustus ga ik met Milan naar Italië. Mijn vader heeft weer een bungalowhuis gehuurd in Italië. Dus Milan en ik gaan daar ook naartoe. Superleuk. En dan waarschijnlijk gaan we van de 11e tot de 18e. Dus ja, je hoort het goed. Van 3 tot 10 naar Italië. En dan van 11 tot 18 ga ik met die meiden op vakantie. We zitten nu te kijken voor Portugal. Maar het is gewoon best wel lastig met corona en zo. We willen eigenlijk het liefst gewoon naar Spanje. Dus hoop dat dat kan. Maar we willen niet heen en terug PCR-testen. Want dan ben je gewoon met z'n 4 800 euro kwijt aan PCR-testen. Dat vinden we gewoon zonder geld. De camera is bijna leeg, dus ik ga even opschieten. Dan had ik voor Miu nog een shirt besteld. Deze shirtjes zitten gewoon echt super mooi. En ja, die had ik dus voor hem besteld. Gewoon nog een ander kleurtje erbij. Dan had ik een nieuw hemdje besteld. Want ik heb deze al in het wit van de Zara. Alleen op vakantie waren er een beetje zonnebrandvlekken opgekomen. Dus ik heb even een nieuwe besteld. Die is toch maar 4 euro. Dus dat is die. En dan had ik nog een hele leuke blouse gezien. Deze een beetje oversized, maar toch weer cropped. Zal ik zo even aandoen. Die heb ik in een S genomen, zodat hij iets meer oversized valt. Is dat soort korte broekje van satijn. Deze is dan wel van satijn, die van Naked was gewoon van katoen. En deze heb ik ook in 2 maten, want ik wist eventjes niet zo goed welke maat ik nodig had. Dus ik heb een XS en een S. Maar dat zal ik wel eventjes gaan passen en dan ga ik het even aantrekken. Okay, dit is het zwarte broekje, maar zoals ik net eigenlijk al zei, moet ik deze van mezelf terugsturen. Of althans, ik ga eerst eventjes die van Naked passen of die past. En als die past, stuur ik hem terug. En als die van Naked niet past, mag ik hem houden. Want 2 zwarte broekjes vind ik een beetje overdreven. Maar dit is in ieder geval het zwarte satijnen broekje. En als je denkt, waarom bestel je het dan als je het overdreven vindt? Ik had de Zara eerder besteld dan Naked, dus vandaar. Nou, ik dacht dat ik dit echt een heel erg leuk setje zou vinden. Op zich, op camera vind ik het dan weer wel leuk. Alleen zo in het echt denk ik, ja. Die blouse vind ik wel gewoon leuk, maar op zich, ja, ik heb al best wel veel van die losse blouse. Ik vond het juist leuk omdat het dan zeg maar een setje was. Alleen dat is het dus, ja, het is het wel. Het is wel een setje, maar ik vind het niet leuk als setje. Het broekje is gewoon iets te groot voor mij, denk ik. Maar ze hebben geen maatje kleiner, dus dat is jammer. Dus ik denk
Wacht. Ik ga hem even goed in mijn broek stoppen. Voordat ik denk dat het misschien leuk is. Oh, hij schijnt ook wel echt heel erg door dat broekje. Het is wel echt een strand dingetje. Ja, zo vind ik het op zich wel weer leuk, maar dan ga ik dit dragen. Kijk. Over dit twijfel ik nog. Een beetje. Misschien ook alleen het blouseje hou en dan niet het broekje. Dat kan op zich wel. Want het blouseje vind ik wel echt heel erg leuk. Maar het broekje. Hij schijnt ook echt. Ik weet niet of je het kunt zien. Echt heel erg door. Ik heb een groene string aan. Nou, dat zie je er echt helemaal doorheen. Ja, misschien dan toch alleen de top. En dit is die witte blouse. Ik dacht dit is wel leuk op een spijkerbroek of op een spijkershortje. En dan met mijn nieuwe Isabel Marantlaars eronder. Ja, ik vind het op zich wel leuk. Niet op dit broekje. Ik heb nu gewoon even mijn pyjama broekje aan. Ik twijfel hier nog een beetje over. Het is op zich wel een lekker stofje. Wat kost deze? Eigenlijk. Deze is 30 euro. Oké, dat valt op zich wel mee. Maar ja, ga ik dit veel dragen? Daar moet ik natuurlijk aan denken. En niet hoeveel het kost. Mijn andere camera is leeg, dus ik film weer eventjes met die andere camera. Maar Miel die is er nu. Dag, maar die is een weekendje weg met vriendinnen uit Leidschendam. Die is zeg maar ook nog een andere vriendinnengroep en die zijn een weekendje weg. Dus we zijn lekker alleen. En we hebben lekker taco's gemaakt. Ik heb het echt al heel lang niet gegeten, maar ik vind het zo lekker. Dus we hebben hier een bak met gehakt en met maïs erin. En we hebben nog avocado geprakt, tomaatjes, crème fraîche, sambal... Of taco saus is dat. En dit is dan een soort van sambal of iets. En daar komt Milan met de taco schelpen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga zo meteen naar mijn vader toe. Want er wordt daar een pakket bezorgd voor Fiore. Met nieuwe zomeritems. En die moet natuurlijk aangenomen worden. Dus daar ga ik zo meteen naartoe. En ga ik ook even pakketjes op de post doen. En verder heb ik vandaag eigenlijk nog niet echt een planning. Er stond eigenlijk dat het vandaag zou gaan regenen. Maar... tot nu toe staat er dat het toch droog blijft. Dus ik ben benieuwd. Het is nu 10:55. Ik ga om 10:45 rijden. Dus ik neem jullie mee naar mijn vader. En zal ik wel laten zien wat er nieuw binnen is gekomen. Want als deze vlog online komt, komt de nieuwe collectie, nieuwe zomeritems ook bijna online. Dus dat is misschien wel leuk om aan jullie te laten zien. Ik heb dus het idee dat deze camera niet heel de tijd lekker scherp stelt. Maar goed. Er zou natuurlijk een pakket hier komen van nieuwe... dingen die ik had besteld. En het pakket zou tussen 11 en 1 komen. En ik was hier om 10:45. Want ik dacht, ja, eerste kwartier komt het nooit, zeg maar. Het duurt altijd wel wat langer. En ik kom aanrijden en ik zie net dat busje wegrijden. En het is bij de buren bezorgd. Dus ik aanbellen bij de buren. Doen ze niet open. Heel irritant, maar goed. Ik heb nu eventjes pakketjes ingepakt. Daar liggen er een paar. En ik had gisteren via Instagram... deze bio bikini verkocht. Ik had hem toen vorig jaar opnieuw gekocht. Omdat die andere helemaal was verkleurd. Maar ja, ik weet niet. Ik hoef hem gewoon niet meer. Nu zit het kaartje er nog aan. Dus is hij nog ongedragen. Dus ik dacht, nu is het gewoon het beste moment om hem te verkopen. Als ik hem wil verkopen. Dus die ga ik ook eventjes inpakken. En dan doe ik die ook gelijk op de post. En ik wil eventjes langs de HEMA lopen. Want bij ons zit het pakketpunt naast de HEMA. En wil ik even kijken voor organizers voor hier in die kast. Want ja, ik moet hier sowieso gewoon even gaan opruimen. Ja, wil je dus nog een trui? Want de truien zijn nu in de sale. En zoals je ziet zijn er niet meer heel veel. Alles daarboven is XS. S van S is er dus echt nog maar heel weinig zoals je ziet. M, L, XL. Van L, XL hebben we er nog wel best wel veel. Dus ja, ik zal het linkje even in de website zetten of in de beschrijving zetten. En dit is dus een paar dingetjes van de nieuwe collectie. Maar bij de buren is dus net ook nog heel erg veel bezorgd. En aanstaande dinsdag ga ik met Miel weer inkopen doen. Dus ik heb er echt super veel zin in. Badpakken komen er bijna aan. Ik heb nieuwe samples doorgegeven voor trainingspakken. Voor ja, weer herfst, eind najaar zeg maar. Dus daar heb ik ook weer echt super veel zin in. En dan ga ik eventjes nu naar het postkantoor lopen denk ik om... dit op de post doen allemaal. En dus eventjes te kijken voor wat organizers. Echt chill, voordat ik weg wilde gaan, kwam opeens de buren thuis. Dus ik heb het pakketje opgehaald. Gaan we even openmaken en dan ga ik jullie laten zien wat er nieuw is voor de collectie. Ik heb dus drie verschillende soorten
leuke jumpsuits besteld. Ik vind het zelf leuk om er dan nog een riempje bij te dragen, zodat het een beetje zo ophoeft. Maar in ieder geval in dit blauwe kleurtje. Dan een wit kleurtje, lekker voor de zomer als je lekker bruin bent. En dan nog een zwart kleurtje. Dit vind ik dan weer bijvoorbeeld heel erg leuk als je bijvoorbeeld uit eten gaat, 's avonds of zo. Is gewoon iets chiquer. Het is dus een jumpsuitje in een one size. En die komen dus ook volgende week op de website in deze drie leuke kleurtjes. Ik ga dit nog even snel boven neerleggen en ga ik lekker naar huis toe. Ik weet niet meer wat het laatste is wat ik heb gefilmd, maar ik ben in ieder geval voor thuis. En ik heb nu eigenlijk niet meer echt iets te doen. En ik dacht, ik ga een beetje mijn kledingkast opruimen, want die kledingkast is echt drama. Er ligt zoveel in, zoveel wat ik niet meer draag. Dus dat is wat ik denk ik ga doen. Ik ga mijn kledingkast opruimen en de items die ik niet meer draag, niet meer hoef, niet meer wil, die ga ik verkopen op Depop. Depop is een online platform waarop je je kleding kunt verkopen. Het bestaat echt al super lang. Ik had laatst mijn account weer opgezocht en het was echt een foto van mijn profielfoto toen ik 14 was ongeveer. Dus kan je nagaan hoe lang het al bestaat en hoe lang ik het eigenlijk al heb. Ik heb er alleen heel erg lang niks meer mee gedaan. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om nu mijn items een keertje op Depop te gaan zetten. Dus ik ga met jullie samen even een beetje mijn kledingkast uitruimen. En alvast wat items op Depop zetten. En aan jullie laten zien hoe dat werkt. Het is echt super simpel. Maar ik ga het toch eventjes aan jullie uitleggen. Maar zoals jullie misschien wel weten. Sorry, er hangt hier was. Dus een beetje een rotzootje. Heb ik samen met Dagmar een kledingkamer. En deze hele grote kledingkast. En we hebben hier ook nog allemaal bakken met allemaal kleding. En we hebben hier ook nog 6 lades met allemaal kleding. Maar er is gewoon echt heel erg veel wat ik gewoon niet meer draag en niet meer aantrek. Vooral heel veel jasjes zijn dat eigenlijk wel. Waaronder dit jasje van Pollution. Ik heb deze vorig jaar gekocht. Maar ik denk dat het tijd is om hem weg te gaan doen. Ik vind hem, ja, ik weet dus niet of ik hem nog leuk vind. Ik denk gewoon niet dat ik hem nog ga dragen. Hij is dus van Pollution van ASOS. Voorkant is die beige en achterkant is die bruin. Ik vind hem op zich wel leuk, maar oké, over deze twijfel ik nog. Maar er zijn wel andere dingen die ik wil gaan verkopen. Waaronder deze blazer van Naked. Het kaartje hangt er zelfs nog aan. Ik heb deze gewoon nooit aan, omdat ik weet het, ik vind hem gewoon niet heel erg leuk bij mezelf. Hij is best wel getailleerd en ik hou de laatste tijd heel erg van oversized. Dus deze gaat weg. Dan precies hetzelfde verhaal met deze blazer van Alex Label. Ik heb deze ook echt al best wel lang, maar is best wel getailleerd. En ik hou gewoon van oversize. Is een maatje XS trouwens. En die van Naked was een 34. Dus ook deze ga ik op Depop zetten. En dan dit jurkje. Dit jurkje is van Naked. Ook nooit gedragen, omdat ik vind het model bij mij gewoon niet zo heel erg leuk staan. Dus deze gaat ook weg. Ook maatje 34 met kaartje. Dan na echt heel veel jaar ga ik dit shirtje wegdoen. Dit is een shirtje van Gis Louise. Dit is wel heel grappig, want ik vertelde natuurlijk net over mijn profielfoto op Depop en zo. Dat ik daar een foto had van toen ik 14 was. Op die foto had ik dus dit shirt aan. Maar dit is een shirt van Gis Louise. En deze heb ik echt al heel erg lang, maar ik wilde die nooit wegdoen. Omdat ik hem gewoon echt te leuk vind. Ik vind hem ook nog steeds wel echt heel erg leuk, maar ondertussen ben ik 21. Het is tijd om deze weg te doen. Dus deze van Gis Louise. Hij is wel echt nog super mooie kwaliteit trouwens. Oké, waar ik gewoon best wel veel geluk mee heb, is dat wij witte kasten hebben. Dus een clean achtergrond. Ik vind het altijd wel belangrijk als je een rustige achtergrond hebt. Want dan valt het product gewoon beter op dan alle rotzooi op de achtergrond. Dus wat ik dan doe is, ik pak het item dat ik wil gaan verkopen en hang het aan een hangertje. En ik hang het dan hier een beetje aan de kast op. Zorg dat het product er ook mooi uitziet. En dat mensen goed zien wat het is. De foto's maak ik altijd gewoon met mijn iPhone. En dan maak ik de foto's. Ik maak vaak gewoon een foto van het hele item. Van het kaartje om te laten zien van welke maat het is. En dat die dus nog helemaal nieuw is. En dan ook nog van de achterkant. Zo. En dit is hoe ik mijn foto's maak voor Depop. Ik ga nu ook eventjes van de rest foto's maken. Op mijn account zetten en dan kom ik bij jullie terug. Oké, ik heb alle foto's gemaakt. Nu ga ik naar de app toe. Oh, ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Dit is hoe de app eruit ziet. Dan ga ik naar de app toe en als je naar mijn account gaat, zie je dat er nog 0 items op staan. Maar dat ga ik er dus nu op zetten. Hieronder heb je 5 icoontjes en dan klik je op de middelste.
En dan kan je dus items toe gaan voegen aan jouw, ja, aan jouw account. Ik heb natuurlijk foto's gemaakt, dus die ga ik er dan bij pakken. Ik begin met de foto's van het jasje. Dan kan je er nog een uitleg bij geven. Dus bijvoorbeeld, hij is helemaal nieuw, ongedragen, valt getailleerd. Dat een beetje. Ongedragen naked blazer. Dan kan je de categorie doen. Dus het is vrouwenkleding en het zijn tops. En dan de maat. Het is een maat 34. Dus dat is in UK, want het zijn UK maten. Het is maat 6. Zo, en nu staat het eerste item op mijn account. Ik ga nu even de rest erop zetten. En ik zal een linkje van mijn Depop account even in de beschrijving zetten. Voor als je geïnteresseerd bent in een van de items die je net hebt gezien. Het is vandaag zondag. En zoals jullie kunnen zien zit ik in de auto. Mio en ik gaan even de auto wassen. En we hebben dus een open dak. Of je kan het dak dus open doen. En we waren dat net aan het doen tijdens het rijden. En het was opeens zo warm. Ik wist echt niet dat het vandaag zo lekker weer zou worden. Dus misschien dat we straks nog eventjes bij ons op het balkon gaan zitten. Want ik heb gisteren het balkon een hele make-over gegeven. Dat heb ik gedaan voor het kanaal van Xenos. Dus ik zal een linkje van die video in de beschrijving zetten wanneer die online komt. Hij komt volgens mij eind juni of zoiets online. Dus misschien eventjes op het balkon zitten. En we gaan zo eventjes de grote koffer ophalen bij Milan en er mijn huis brengen. Want de koffer van de vakantie staat er nog. En al mijn kleding zit er nog in die gewassen moet worden. Dus die gaan we straks eventjes heen en weer brengen. Zodat ik morgen lekker alle wasjes kan doen. Maar ik denk dat we vandaag verder nog eventjes lekker van het weer gaan genieten. Ik weet nog niet wat precies. Maar ik hoop dat we wel in ieder geval wat buiten gaan doen. Morgen wordt het dus ook zo lekker weer. Dus ik ga morgenochtend ga ik lekker wasjes doen. En de kledingkast verder opruimen. Gisteren had ik natuurlijk een deel gedaan. En lekker de hele dag denk ik in de tuin zitten. Lekker een beetje extra bruin worden weer. Maar goed, ik ben nu even op Mio aan het wachten. Die is daar muntjes aan het halen. Zodat we de auto kunnen schoonmaken. Dit was dan het einde van deze weekvlog. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Moest er weer een beetje inkomen na de vakantie. Maar volgende week ga ik ook weer allemaal leuke dingen doen. Zal ik allemaal weer voor jullie filmen. Ik ga foto's maken met Zoe. Ik hoop dat ik Rosa weer ga zien. Want die komt donderdag terug van Ibiza. Dus daar zou ik vast wel mee gaan afspreken. En ik ga met Mio inkopen doen. Ik kom een nieuwe collectie online van Fiore. Dus allemaal leuke dingen. Ik hoop jullie weer te zien in de volgende weekvlog. En doei!